Hallo jongens, daar ben ik weer. Het heeft even geduurd voordat het nieuwe filmpje kwam. En dat kwam omdat ik het even wat drukker had met andere dingen op het werk, maar ook in mijn eigen persoonlijk leven. Maar we gaan verder met stofwisseling vandaag. Het laatste filmpje ging over de intensiteit van fotosynthese, waarin we het vooral hadden over hoe een plant nou aan fotosynthese doet en hoe je dat kunt meten, waaraan je kunt zien of een plant wel aan fotosynthese doet of niet, et cetera. En nu gaan we dan kijken naar het volgende leerdoel. En dat leerdoel gaat over de voortgezet assimilatie. En aan het einde van dit filmpje kun je, als het goed is, beschrijven hoe de assimilatie van koolhydraten, eiwitten en vetten verloopt. Want waarom die voortgezette assimilatie? Op een gegeven moment heeft een plant glucose gemaakt. En wat doet die daar dan mee? Wat gebeurt er vervolgens met die glucose die is gemaakt in de fotosynthese? Nou, dat gaan we bekijken in dit filmpje. Laten we even naar de afbeelding gaan kijken. We zien hier in het schema dat jullie inmiddels wel kennen, dat de stofwisseling, hè, die bestaat uit de assimilatie en de dissimilatie. Die simulatie hebben we het uitgebreid over gehad. Als je dan kijkt naar de assimilatie, dan kijken we allereerst naar de koolstofassimilatie, die ik ook al eerder heb uitgelegd, waar dus glucose uit wordt gemaakt en vervolgens vindt daar de voortgezette assimilatie plaats. En die voortgezette assimilatie, die kun je opdelen in drie verschillende groepen stoffen. Het gaat namelijk om koolhydraten, eiwitten en vetten. Het zijn stoffen die je, als het goed is, allemaal al kent. Maar nu gaan we er naar kijken vanuit een biologisch perspectief. Koolhydraten. Koolhydraten zijn stoffen die bestaan uit koolstof, waterstof en zuurstofatomen. Pak alsjeblieft je binnenstabel 67F er altijd bij als het over koolhydraten gaat. Ik zal hem even opzoeken. Want daarin staat precies wat de structuur is van de verschillende monosaccharide, disaccharide en polysaccharide. Dat zie je hier. Dus hou hem erbij. Wat zijn monosaccharide? Dat zijn koolhydraten die bestaan uit één koolstofring. Glucose is daar een voorbeeld van, maar ook galactose is een monosaccharide. Disaccharide, dat zijn koolhydraten die bestaan uit twee suikers die aan elkaar zijn geplakt. Bijvoorbeeld twee glucosemoleculen die dan samen saccharose vormen. En polysaccharide zijn koolhydraatketens van meer dan twee saccharide. Een voorbeeld daarvan is amylose en dat is zetmeel en die zie je hier ook afgebeeld. Je ziet hier al vier van die saccharide staan, maar amylose is een molecuul wat bestaat uit veel meer dan die vier. En dat heeft ook zijn functie in de assimilatie van stoffen in de plant. Nou, dan gaan we kijken naar vetten. Vetten kun je terugvinden in binnenstabel 67G. En vetten die bestaan ook uit koolstof, waterstof en zuurstofatomen. En een vet bestaat over het algemeen uit een glycerol met daaraan drie vetzuren. Dat zie je hier ook in dit getekende molecuul, de structuurformule van een triglyceride. Zie je hier glycerol en dan zie je hier drie van die vetzuren. Belangrijk daarbij is om te zien dat de blauwe een verzadigd vetzuur is en dat de groene en de rode onverzadigde vetzuren zijn. En die kun je herkennen aan de dubbele bindingen die hier getekend zijn. Er wordt vaak wel eens gezegd, ja, vetten, is dat nou gezond of niet gezond? Zoals ik zelf van mijn oude docenten biologie heb geleerd, mevrouw Maassen, die vertelde ons altijd, als je het wil onthouden, onverzadigd is oké. Dus de onverzadigde vetzuren zijn over het algemeen de gezondere varianten van vetten. Dan hebben we de eiwitten. En de eiwitten die zijn anders dan de vetten en de koolhydraten. En dat komt vooral omdat ze niet alleen koolstof, waterstof en zuurstofatomen nodig hebben, maar ook stikstofatomen. Een eiwit is opgebouwd uit een grote aminozuurketen. Ha, aminozuur, dat is mijn naam. Maar die aminozuren die hebben dus ook, er zit ook stikstof in. Soms zitten er ook zwavelatomen, maar dat is niet per se een vereiste voor een aminozuur. Planten gebruiken stikstofhoudende ionen,
om die stikstof in deze aminozuren te krijgen. En dat nemen ze op onder andere uit de grond. Dat nemen ze eigenlijk alleen op uit de grond. En daarbij nemen ze vooral nitraat op. Dieren die dus ook eiwitten maken, die dierlijke eiwitten maken, die nemen deze eiwitten op uit plantaardige stoffen en die maken daar weer hun eigen aminozuren van. Sommige aminozuren zijn essentieel. Dat betekent dat dieren ze niet zelf kunnen maken. Dus die moeten ze opnemen uit plantaardige voedsels. En sommige aminozuren zijn niet essentieel. En die kunnen we dan opbouwen uit andere aminozuren. Hetzelfde kun je zeggen over essentiële en niet-essentiële eiwitten. Hier zie je de basisstructuur van een aminozuur, waarin dit de vaste groep is. En dan heb je hier een restgroep die verschilt per aminozuur. En hier zie je de schematische structuur van lactase, waarin duidelijk is dat het een enorm molecuul is, maar ook dat de structuur niet alleen bestaat uit de aminozuurvolgorde, maar ook uit allerlei wikkelingen en spoelen en alpha helices en beta sheets. Maar daar gaan we het in het thema DNA nog uitgebreid over hebben. Dat was het voor nu over koolhydraten, eiwitten en vetten in ieder geval. Ik hoop dat jullie het duidelijk vonden. Het is een kort filmpje dit keer, maar er volgt nog meer. Yes, tot de volgende keer.